Ja, belangrijk moment voor de gemeente Trimmelen, de begroting 2020. Hij is nu klaar en samengesteld vanuit de hele ambtenarij en natuurlijk ook de raad. Die geeft ook een belangrijke input via de kadernota. Belangrijk is wel dat de afdeling middelen die zit daarachter, die doen de coördinatie voor dit product. En dat doen ze, daar zijn ze ongeveer een paar maanden mee bezig. Ja, de begroting 2020 is dus een verplicht iets, ook voor gemeenten. We moeten aan allerlei regels voldoen. Ja, het is een heel pak papier, meer dan 100 pagina's. Daarom ben ik ook heel blij dat er een web-based applicatie komt waarin we dat beter kunnen gaan volgen en actueler. We hebben natuurlijk ook voor de mensen een begroting in één oogopslag. Dat wil ik ook echt aanbevelen, omdat je hier in hoofdlijnen de verdeling ziet van de inkomsten en de uitgaven, ook per taakveld. En dus hoeveel gaat er bijvoorbeeld naar het sociaal domein, een heel belangrijk onderwerp. En het meeste krijgen wij binnen van het Rijk en de lokale heffingen. Nou, en als de begroting dan na diverse ambtelijke voorbereidingen en afstemmingen met de 5 portefeuillehouders, als die dan klaar is, dan komt die naar een coördinatieteam. Dat is een soort voorbespreking met MT erbij en de collegeleden. Dan komt hij uiteraard hier aan de collegetafel en meestal gaat dat in 1 of 2 sessies. Dat we eerst kijken van wat ligt er nu voor, is dat goed en wat vinden we ervan. Ja, en als de begroting dan klaar is na de ambtelijke sessies en de collegebeslissingen, dan is de conceptbegroting klaar. Gaat via de Griffie die even verderop zit, gaat hij dan uiteraard ook digitaal. En nu ook via de web-based applicatie komt hij dan naar de raad toe. We zitten hier in de raadzaal, er is een bespreking gaande, die wordt goed gebruikt. Maar op donderdag 7 november 2019 is dan de raadsbehandeling. En dan wordt gekeken van, kan de raad zich hierin vinden? Ja, de raadsbehandeling is geweest. En we kunnen verder met de begroting 2020. Het is een heel proces geweest. Maar het levert ook wat op. En we hebben nu een hele mooie basis om voor het komende begrotingsjaar alle activiteiten voor onze inwoners en bedrijven en verenigingen weer netjes te kunnen uitvoeren.